Hij, en dan heb ik het over deze Casper Teluun, is er weer bij. De kopman van de Treffers moest het vorige weekend wegens een rugblessure aan zich voorbij laten gaan. En dat leverde de Klassineveners dus twee forse nederlagen op. Maar in deze wedstrijd moet Teluun de kar weer gaan trekken. Zijn tegenstander is niemand minder dan Gerben Last. Last, geboren met twee klompvoeten, maakt ook deel uit van het Nederlands team voor gehandicapten. In oktober won hij met het team individueel nog brons tijdens het WK in Zuid-Korea. Goud was er met het Nederlands team, waar ook MNR Tony Heijnen deel van uitmaakte. De eerste en tweede game werden door Teluun gewonnen met 2-11 tegen 7. Hier beelden van de derde game. Na deze rally wordt het 8-5 voor Teluun. Maar hier een hele snelle reactie van Last. 8-6. Ja, een paar crossballen van Teluun en dan recht doorgeslagen. 9-6. Dan weer 9-7. Last blijft goed meegaan, maar komt hier nu toch op 3 punten achterstand. 10-7 voor Teluun. Last scoort weer met een snelle bal. 10-8. Teluun verslaat zich. 10-9. Maar dan uiteindelijk toch 11-9. 3-0 voor Teluun, die dus kennelijk helemaal terug is. Ik was vorige week geblesseerd aan een irritatie van mijn tussenwervel. En de dokter en de fysio hadden afgeraden om te spelen. Dus ik ben wel wezen kijken, de wedstrijden maar mocht niet spelen. Vandaag was ik weer bij. Ik heb de week rustig getraind. En ik speelde mijn eerste wedstrijd goed. Vooral qua concentratie zat ik er goed in. En heb ik gewoon goed gespeeld. Ook de tweede partij gaat naar de Treffers. In 5 games is Pepijn Leppers, de nummer 2 van de Klassineveners, te sterk voor kopman Robert-Jan van der Heijden van Zwolle. De derde partij gaat tussen de nummer 3 Peter Verwij van de Treffers en Zwollenaar Matthias Seinstra. Er is een 5e game noodzakelijk om tot een beslissing te komen. Hier wordt de stand 7-6. Nog steeds in het voordeel van Peter Verwij. En hier komt hij op 8-6. Nog 3 punten te gaan. Komt hier op 9-6. Nou, dat kan natuurlijk niet meer fout gaan. Hier slaat weer Seistra in het net. 10-6. En hier wordt het 11-6. 3-2 voor Peter Verwij. En de wedstrijdstand komt dus op 3-0. Dan loopt de Treffers uit naar 5-0 via dubbel Terluun-Leppers en de enkeloverwinning van Terluun op Robert-Jan van der Heijden. Gerben Las scoort dan voor Zwolle toch even tegen Peter Verwij, zodat we nu de stand hebben dus 5-1 in het voordeel van de Treffers met de laatste partij tussen Pepijn Leppers en Matthias Seinstra. Stand op dit moment 8-8. Seinstra serveert. Slaat nu mis. Wordt dus 9-8 in het voordeel van Leppers. Nog 2 punten te gaan. Voor die grote overwinning voor de thuisploeg. 10-8. 1 puntje. En daar komt hij. 11-8. 3-0 voor Leppers en een eindstand 6-1. Wij zijn nu afhankelijk ook van wat de anderen doen. 6-1 is netjes. Niks is zo moeilijk in tafeltennis dan als je geacht wordt om een grote uitslag neer te zetten, om die ook neer te zetten. Dat is niet zo makkelijk, ook tegen dit team niet. En daarom complimenten voor de jongens dat ze hun focus goed hebben weten te houden over de hele wedstrijd.